Ja, dan sta ik toch ineens in Portugal, vrienden. Ja, maar ook hier komt alles tot mij over de politiek in Nederland. En over bijvoorbeeld jongetje Jette. Ach, vrienden. Ja, wat hebben we nu? Blauwbekken met jongetje Jette. Dat is er nu aan de hand in Nederland. En terwijl het van de zomer, al weet ik wel, zelfs daarvoor, werd er al gewaarschuwd. Kijk nou uit, dat gaan hele moeilijke maanden worden. November, december, ja. En daar moeten we wat aan doen. En we moeten de mensen gaan helpen. Want anders zitten ze straks in de kou. En straks is nu. Ja, en wat hebben we nu dan? Ja hoor, inderdaad. We zitten in de kou. In ieder geval, jullie zitten in de kou. En dat komt allemaal omdat ze maar lopen te falen en blijven falen daar in Den Haag. Maar zeker die D66 met jongetje Jette. Ja, hoe je al die dingen lezen van die mensen. Wat ze allemaal niet moeten doen om het nog een beetje warm te hebben. Oliekacheltjes in huis, elektrische kacheltjes in huis. Ze hebben zelfs van die heaters van het terras. Hebben ze in huis staan? Ja, mensen doen van alles. Ze elektrische dekens zitten ze onder. Ze hebben zelfs badjassen, elektrische badjassen geloof ik, om maar een beetje warm te blijven. En kou, vrienden, het is ook zo'n verschrikkelijke armoe. Dat is het gewoon, ja. En dat je dan niet hoger kan gassen, dan moeten mensen houden hem op 15 graden, 14 graden. Zitten gewoon met een koude neus in huis. Ach. En al die ellende komt allemaal voort door al dat geschutter en geblunder in Den Haag. Ze wisten dit. Ze wisten dit. Help die mensen nou gewoon. Zorg dat ze financieel zo zitten, dat ze niet in de kou hoeven te zitten, jongetje Jette. Maar wat zegt jongetje Jette? Die zegt, veel Nederlanders hebben nu ontdekt dat je de verwarming best een paar graden lager kan zetten om prettig te leven. Ja, jongetje Jette, hey, doe dat lekker zelf. Dat doe jij niet. Nee. Jij houdt hem lekker op 1,22. Ja. Gewoon lekker zelf doen. Kijken of dat prettig leven is. Natuurlijk is dat geen prettig leven. Maar goed, er komt goed nieuws, vrienden. Want ik heb het al vaak genoeg gezegd. De ober komt altijd afrekenen. En die ober, die is al aan het warmlopen. Ja, en die gaat zich melden in maart. In maart bij de verkiezingen. Dan komt die ober langs. Dan tikt hij op die schouder van al die partijen die er nu voor zorgen dat iedereen in de kou zit. En die tikt hij op de schouder en dan zegt hij, er staat nog even een rekeningetje open. Ik kom even afrekenen. Ja, vrienden. En zo gaat het gebeuren.